Vandaag in de DBC Nieuws. Bokstelaren en Liemdenaren strijden tijdens dorpsquizzen. Griezelen bij de Geitenwei. En Ploegersland kiest haar jeugdprins. Bij Plus houden we van blije klanten. Daarom kun je sparen voor het gratis boodschappenpakket ter waarde van 50 euro. Daar zit van alles in voor iedereen. Beste wafels. Die is voor mij. Nee. Doe niet zo flauw, joh. Nu bij Plus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Welkom bij het DBC Nieuws van woensdag 8 november. Dierbare overledenen werden donderdag op twee plekken in Bokstel herdacht. Zowel op de Kleine Aarde aan het Klaverblad als op de algemene begraafplaats Munsel kwamen mensen bijeen voor de viering van Allerzielen. Bij de herdenking op de Kleine Aarde zong kamerkoor Ratatouille passende liederen. Daarna plaatsten bezoekers drijvende kaarsjes op de vijver. Het gaf de avond een heel bijzonder tintje. We staan hier nu in de voorbereiding waar straks de herdenking zal plaatsvinden. Ik sta hier bij Nico Bulter en Nico gaat mij even vertellen wat er gaat gebeuren. Ja. Nico, eerst eventjes een volgende. Jullie zaten eerst op stapelen. Hoe zit dat nu precies? Waarom nu hier in de Kleine Aarde? Ja, op stapelen zeg maar, is het verhaal zeg maar, voor ons is het eigenlijk voorbij. Dus zeg maar, het activiteitenprogramma wat we daar een aantal jaren gedaan hebben met een groep mensen. Ja, dat hebben we moeten afsluiten. Nou, vanwege het feit dat de paters natuurlijk ook besloten hebben om op termijn te vertrekken. Waarom nu hier? En nu gaan we hier naar deze, ja, naar deze, omdat dit ook een mooie plek is. En dat is een plek met een mooi verhaal. En dat is ook een echte Bokstelsplek. Vanaf, dat is al 50, 60 jaar zo. En dat is echt een plek waar een verhaal aan zit van zorg om moeder aarde. De zorg voor het mysterie van wat er in de aarde allemaal gebeurt. Van dood en leven. We hebben... wij gaan onze mensen gaan we herdenken, onze geliefde gestorven mensen. En dat doen we door middel van spel en zang en wat woorden en wat tekst. En we gaan met een lichtje gaan we naar de vijver toe en we laten bij de vijver spreken wij de namen uit en laten we de lichtjes te water. Het bewustzijn dat we leven in een groots meesterwerk. Een wijds netwerk van draden. Dat alles met alles samenhangt. De gang van seizoenen. Het mysterie van dood en leven. Van sterven en opstaan. En dat wij daar onderdeel van zijn. Waarom ben je hier? Nou, omdat ik een paar jaar terug op kasteel Stapelen geweest ben en dat vond ik heel erg mooi. En toen was het ineens niet meer en toen heb ik een mailtje gestuurd. Daar heb ik nooit antwoord op gehad en nu zagen we dit ineens. Op begraafplaats Munsel kwamen 200 mensen samen om met een lichtjestocht hun dierbaren te herdenken. We staan hier op de begraafplaats in Bokstel. Daar gaat zo meteen de lichtjesroute van start. De beheerder van de begraafplaats, Wim, vertel even hoe is het idee ontstaan? Het idee is eigenlijk ontstaan op initiatief van een uithaartondernemer. Die nam contact op ons en met de vraag of wij daar aan mee wilden werken. En daar geven wij graag gehoor aan natuurlijk. De uithaartondernemer staat naast je, ik kom maar even dichterbij. Hoe hebben jullie dat verder ingevuld? Wat kunnen we verwachten? We hadden eigenlijk geen verwachting. We dachten, dit is de eerste keer in Bokstel. We verwachten 20 aanmeldingen, maar het is uitgegroeid tot een evenement waar meer dan 80 mensen hun dierbaren hebben aangemeld op de begraafplaats. Gaan we een route lopen over de begraafplaats en dan kunnen de mensen stilstaan bij hun verloren dierbaren. Maar hier, in het uiterste hoekje van begraafplaats Munsel,
staan we bij dat hele lieve monument van het ongeboren kind. Dus ongeboren kindjes. Er ligt hier wel heel veel verdriet en heel veel gevoel. En kijk waar u lichtje zet, maar ik zet mijn lichtje vanavond bij het monument van het ongeboren kind. Ja, dan nu iets heel anders. Okke Spaas is de nieuwe jeugdprins van Ploegersland. 21 kandidaten streden zondag in Ploegerspaleis Het Hof in Liemde om de felbegeerde carnavalsfunctie te bemachtigen. Alle kinderen kregen de opdracht om een playback act uit te voeren en zij moesten ten overstaan van Heul Liemd hun grootste blunder opbiechten. Inge Timmermans, Bouke en Jurre Verbree, Pim de Wit en Okke Spaas kwamen hierbij als beste uit de bus. Dit vijftal mocht tijdens de finale aan de jury vertellen waarom zij zo graag jeugdprins of prinses wilde worden. Okke overtuigde tijdens zijn slotact, waarmee hij aangaf dat hij met een snufje gezelligheid, een mespuntje smink en wat krachtige muzieknoten de ideale jeugdprins van Liemde is. Ja, van de Liemse jeugdprins gaan we naar olifanten die snoepen van Bokstels hout. Wilgenknotten, boompjes verwijderen, planten snoeien. Veel natuurgebieden kregen zaterdag een opknapbeurt tijdens de landelijke natuurwerkdag. Ook in Bokstel, Liemt en Es werkten vrijwilligers zich in het zweet. Leden van de werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Bokstel hadden de taak om een ochtendje te klussen op Nergena in het buitengebied. Het wilgenhout dat zij daar knotten is al jaren bedoeld als lekker maaltje voor de olifanten in het safaripark De Beekse Bergen. In Liemt werd op twee plekken gewerkt, aan de Geemondse Straat en in het bosgebied De Geelders. En wanneer dan ook het herfstzonnetje een duit in het zakje doet, is het uiteraard extra genieten tijdens zo'n klusdag. Ja, een kettingzaag voor het knotten van wilgen wordt door sommige mensen op een hele andere manier gebruikt. Griezelen in de huizen van de doden, uitkijken voor horrorclowns en op de foto met een echte uil. De 10e editie van Spooktocht van Stichting Geitenwei in Bokstel was wederom een succes. Onder aanvoering van Maaike Mone en Jacqueline van Drunen zorgden bijna 40 vrijwilligers voor spanning en sensatie tijdens de jaarlijkse spooktour. Zo'n 100 moedige deelnemers wandelden verdeeld in groepjes door de wijk Sillissewal en de bossen van Sparrenrijk. Op de foto gaan met een uil Betsy was na afloop van deze gruweltocht dan ook een fluitje van een cent. Welke nieuwslezer hoor je hier? Zing het Liemse volkslied. Welke filmster is dit? Tijdens de Durpsquiz Liemt gingen zo'n 800 Liemdenaren op zoek naar antwoorden op deze vragen en opdrachten. Het team Quiz het wel werd na een avond vol spanning en plezier uitgeroepen tot winnaar. Maar na een hertelling bleek toch de wielerclub als beste de prestatie te hebben neergezet. Teams hebben nou de opgave opgehaald. Ja. Het is nu 7 uur, een paar seconden over 7. De rook is net opgetrokken, het stof neergedaald. Ze gaan nu naar hun eigen plekken waar ze de quiz gaan maken. Er zitten een paar opdrachten tussen die ze moeten doen. Een geheime opdracht waar ze nog toe opgeroepen worden. Allerlei varianten. Maar heel belangrijk, voor 11 uur moeten ze terug zijn. Het vinden van de juiste antwoorden viel nog niet mee. Maar afkijken? Dat mag natuurlijk niet. Tip, teletext tijd 11 uur, 1 seconde over 11 ben je gedisqualificeerd. Telefoons inleveren en graven maar. Bij speelboerderij Het Gouden Woud gingen de teams op zoek naar klompjes goud. Of was dit toch een afleidingsmanoeuvre van de organisatie? Naast het schatzoeken ging de leiding van de Durpsquiz ook op zoek naar de Liemse meesterbakker. Wie bakte de smakelijkste bagels? Vervolgens gaan we de quiz nakijken, terwijl de deelnemers hier in het Wapen van Liemt gaan napraten. Reuze gezellig, ja. Rond een uur of 1 meestal de uitslag. En wie vrijdag quizervaring had opgedaan in Liemt, kon zaterdag weer aan de bak in Bokstel. De Bokstelse quiz bracht zaterdag zo'n 2000 mensen op de been. Maar liefst 95 teams hadden zich dit jaar aangemeld om in groepsverband te gaan quizzen. Nadat om 6 uur het opdrachtenboek werd opgehaald, barstte de strijd in volle hevigheid los. Op bijna 100 locaties in huiskamers, scholen en cafés werd door jong en oud fanatiek gezwoegd om alle vragen op tijd beantwoord te krijgen.
De verschillende buitenopdrachten zorgden voor extra reuring in het dorp. Vooral tellen vormde dit jaar een belangrijk onderdeel van de Bokselse quiz. Want hoeveel ruitjes hebben de ramen van het gemeentehuis eigenlijk? En hoeveel nostalgische straatlantaarns staan er langs de cultuurhistorische as? Ook gingen de teams naar de Poolse supermarkt aan de Rechterstraat om producten te zoeken. En volgens traditie werd in het gemeentehuis een pittige vragenronde gehouden met burgemeester Mark Buys als quizmaster. Na een avondje vol quizstress en vooral veel plezier werden de boekjes om 11 uur weer ingeleverd. En nu kunnen de teams nog maar één ding doen. Afwachten. Vrijdag 24 november wordt tijdens de uitslagenavond bekend wat het harde werken heeft opgeleverd. Tot zover de uitzending van deze week. En graag zien we u weer terug op woensdag 15 november voor een nieuwe DBC Nieuws. Tot dan!